Oké, ik heb jullie beloofd om de chili te eten met een lekkere polenta. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Ik draai me heel even om. Ik heb hierin 150 gram polenta gedaan. Polenta is maismeel. Je moet ongeveer rekenen met 50 gram polenta op 340 milliliter water. Dus ik heb hier nu 150 gram polenta en ik gebruik 1 liter water. Daar zal ik dadelijk nog wel wat water aan toevoegen, omdat ik een beetje een natte polenta wil hebben. Maar we gaan eerst even beginnen met het koken van het water en daar mag best wel wat zout in. Goed, zoals ik dus al zei, we gaan beginnen met het water koken. Ik voeg daar zout aan toe en schrik niet van de hoeveelheid, maar polenta kan nogal flauw zijn. Dus ik doe er aardig wat zout bij. Straks als de polenta klaar is, breng ik hem nog op smaak verder met zout, peper en wat knoflook. Maar we gaan nu eerst even het water aan de kook brengen. En gaat er dadelijk de polenta bij. Is het dus ook zaak dat je goed blijft roeren en het vuur een beetje zachter zet, want de polenta die best het deksel er een beetje op zetten, want polenta is nogal ja, hoe zullen we het zeggen, nogal erg agressief en het spettert heel hard en dat is heel heet. Dus de deksel schuin erop zetten en dan iedere 4 à 5 minuten even goed doorroeren. Vergeet de bodem niet en de randjes niet. En dan na een half uurtje, zo ongeveer, dan voegen we nog een klein beetje water toe. Dadelijk als de polenta wat dikker wordt, dan wordt hij ook wat minder agressief. En dan kan je hem weer wat beter benaderen. Want hij is nu echt heel erg aan het spatteren. Mijn hele achterwand zit al onder de spatters. En mijn arm ook. Dus kijk er mee uit. En ja, weet je, intussen zou ik zeggen, alvast een beetje proost. Intussen kan je gewoon lekker genieten van een glaasje wijn. Die polenta duurt nog wel eventjes. Nou, hij pruttelt inmiddels lekker goed, zeg maar. Hè? Heb je net kunnen zien op de beelden. Maar ik wil hem een beetje dunner, want hij is ook nog niet klaar. Dus ik voeg er nog 200 milliliter warm water aan toe. Pak even mijn garde erbij. Hopsa. En dan voeg je dat geleidelijk aan toe. Want het moet natuurlijk wel even goed op kunnen nemen. Zo. Even wat mussels. Nou, dan voegen we nog een beetje toe. En dan weer even rustig beginnen. Anders dan heb je nog je hele keuken onder zitten. En dat wil je ook niet. Zo. Dan het laatste beetje water. Even rustig roeren. En dan hopla. En zo laat ik hem dan even rustig verder garen. Je moet er rekening mee houden. Polenta heeft ongeveer 40 minuten nodig om gaar te worden. Dus dat is nou nog 20 minuten. Nou, de polenta is zo goed als klaar. Ik draai het vuur uit. Ik doe er een halve theelepel knoflookpoeder in. Nogmaals, ik heb er al eerder reclame voor gemaakt. Maar dat is de knoflookpoeder die ik in Spanje koop.
daar doe ik bij flink wat gemalen peper. 25 gram boter. Nou, dat is dan even een kwestie van doorroeren totdat de boter lekker opgelost is. En ik was er eigenlijk nog aan het denken om er een beetje paprika poeder in te doen. Gezien het feit dat we natuurlijk ook met die heerlijke chili te doen hebben waar ook die chorizo in zit. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Omdat ik denk dat anders de paprika te overheersend is. En ik wil juist dat mooie contrast tussen die blanke, gelige polenta en die hele diep robijnrode chili. Dat contrast wil ik juist op het bord hebben. Dus vandaar dat ik dat er nu niet aan toevoeg. Maar het kan wel. Het zou er qua smaak goed bij kunnen. Nou, dit is klaar. Tijd om de bodem op te maken. Dat is hem dan. Ik zou zeggen, heerlijk. Jongens, smakelijk. En geniet ervan. Even blazen. Want het is heet. Maar het is nou een echt heerlijk kommetje met comfort food. Zo lekker. Ik zou zeggen, smakelijk eten. En tot volgende week. Vergeet je niet te abonneren. Duimpje omhoog. En ja, nogmaals, tot volgende week. Doei doei!